Zoals je misschien wel door hebt gehad, ben ik best wel een beetje Star Wars fan. Maar er is toch iets wat me een beetje dwars zit. Natuurlijk zijn er dingen in Star Wars die niet helemaal kloppen. Wat dacht je van explosies die je kunt horen in de ruimte? In het vacuüm van de ruimte, waar helemaal niets is, waar geluidsgolven zich in kunnen voortbewegen? Of wat dacht je van een lightsaber die bestaat uit plasma met de temperatuur van de zon, die je op centimeters voor je gezicht rondzwaait? Nee, daar kan ik allemaal nog wel overheen komen. Het past tenslotte prima in een science fiction film. Maar er is iets wiskundigs waar ik me druk om maak. Het begint allemaal met mijn favoriete karakter, R2-D2. Het eerste gedeelte van de naam, R2, staat voor het modelnummer. R2-D2 is dus een droid uit de R2-serie. En D2 is het unieke nummer van de droid binnen deze serie. Als we deze logica volgen en we zouden een lijst maken van alle droids van A0 tot Z9, dan kunnen we 260 unieke droids benoemen. 260 unieke droids voor al die sterrenstelsels en planeten in het Star Wars universum. Dat is toch veel en veel te weinig? En het probleem houdt niet op bij R2-D2. Je kent C-3PO of IG-88 en zelfs R5-D4 met de slechte motivator. Allemaal droids met 4 tekens als naam. Als we aannemen dat we ieder van die 4 tekens één van de 10 cijfers of één van de 26 letters kan zijn, dan hebben we dus 36 tot de macht 4 mogelijke namen. Dan krijg je 1.679.616 mogelijke namen. En dus ook unieke droids. Volgens de laatste tellingen die ik kon vinden, zijn er op dit moment al ruim 8,6 miljoen robots op aarde. En volgens de methode gebruikt in Star Wars, zouden er dus 7 miljoen zonder naam door het leven moeten gaan. Om alle droids in het Star Wars universum een naam te geven, zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan een naam met 7 tekens. 7 letters of cijfers geeft ruim 78 miljard unieke combinaties. Meer dan genoeg om alle droids in Star Wars een unieke naam te geven. En wat zou er mis zijn met R2-D2-4QT? Dus stel je voor hoe blij ik was dat er nieuwe Star Wars films uitkwamen. Eindelijk hadden ze de kans deze wiskundige fout recht te zetten. En waar kwamen ze mee aan? Juist, BB-8.